Zo, en dan begint Aeneas te spreken tot de schim van Hector, zoals ik al zei. Nou, dit is een hele oude plaatje, oud plaatje inmiddels uit de film Troy, maar ik kon het niet laten om er toch even in te zetten, hè, met Hector links in beeld en Brad Pitt als Achilles rechts. Hebt u misschien ooit een keer gezien, hij is inmiddels alweer een flink aantal jaren oud. Nou, er wordt iemand aangesproken, namelijk O lux Dardaniae, O specifidissima taecum. Nou, daar gaan we. O licht van Troje, O betrouwbaarste hoop, spes est, er is hoop, betrouwbaarste hoop taecum van de Trojanen, der Trojanen. Nou, nu kom ik even te spreken op het vragend voornaamwoord, oftewel het interrogativum. Daarvan heb je er in het Latijn twee verschillende soorten. Hier zie ik quae, hier quibus, hier quae. En bij die QU-woorden moet je even kijken als dat een hoofdzin is, dat is hier het geval, en er staat een vraagteken achter, zoals hier, of hier, of hier, dan heb je te maken met een vragend voornaamwoord. Als er nou woorden zijn die daarmee congrueren, en dat is hier het geval, namelijk tantai morai, of hier met quibus in de ablativus congrueert oris, of hier met quae congrueert causa indigna, dan heb je een vragend voornaamwoord wat bijvoeglijk gebruikt is. Dat mag je gaan vertalen met welk of welke. He, dus niet met wie of wat, want dan is hij zelfstandig, maar met welke. Dus quae tantai morai, welk zo groot uitstel. Of hier quibus ab ores, vanaf welke kusten. Of hier quae causa indigna, welke onwaardige zaak. Dus welk of welke is de standaardvertaling voor een interrogativum dat bijvoeglijk gebruikt is. Dus welke. Gaan we daar even mee aan de slag. Quae tantai morai is meervoud tenueren. Welk zo groot uitstel hield jou tegen? Letterlijk staat daar hielden jou vast. En vanaf welke kusten, Venus, kom jij, Hector? Vanaf welke kusten kom jij, Hector? En dan zie je hier expectate, en dat lijkt misschien op een imperativus, en dat is misschien enigszins misselijk, maar dat is hier een vocativus, expectatus, wordt dan in de vocativus expectate, jij lang verwachte Hector. Dus deze lang verwachte Hector is hier een aangesproken vorm. Vocativus. Oet. Ook zo'n woord. In dit geval betekent oet hoe. Hoe aspicimus zien wij jou? Dit is oet in een uitroep. Hoe zien wij jou? Nou, en dan nog wat bepalingen erbij. Post multa funera tuorum na vele begrafenissen, en dan staat er letterlijk van de jouwen, en doe maar niet van jou, want hij heeft maar één begrafenis gehad. En post varios labores, en na verscheidene inspanningen, hominumque urbisque, van zowel mensen als van de stad. Zie je een mooi parallel, dit is opgebouwd, post multa funera, genitivus ertussenin, post varios labores, genitivi ertussenin. Is het niet prachtig, meneer? Het is geweldig, het is zo mooi. Ik barst bijna in snikken uit bij het zien van zoveel schoonheid in het Latijn. Dat dacht ik nou ook. Heb ik over defessie afgemat. Hoe zien wij afgemat jou na vele begrafenissen van de jouwe en na verscheidene inspanningen van zowel mensen als van de stad? En dan krijg je quae causa indigna, welke onwaardige zaak voor je David heeft bezoedeld, heeft het serenos vultus, dus is meervoud serenos vultus, heeft het rustige gezicht,
bezoedeld. En wat is er in hemelsnaam gebeurd? Oud koer, haik, vol nera. Kerno, nou, je ziet hier voltoes in plaats van voltoes, volnera in plaats van volnera. Dus die, die O is een redelijk ouderwets soort Latijn, waarin er ook veel die je kent, O's voorkomen. Je kent misschien ook nooit dat divoom en zo. Of koer haik volnera kerno, of waarom kerno zie ik haik volnera. Deze wonden. Nou, dit over dit stukje van een regel of 6. Herhaal alsjeblieft nog een keer dat vragend voornaamwoord. Dat komt hier namelijk redelijk veel in terug. En aan de hand van deze passage wordt het misschien ook wel inzichtelijk. Kom ik nog op een passage na deze en die komt er zo aan.